Nou, ik ben Bastiaan Vermaanen, de eigenaar van de Amanta. De witte Amanta van 1971. Met zeer weinig kilometers. 44.000 kilometer heeft deze auto gelopen. Ja, ik heb hem van mijn aangetrouwde neef gekocht. Die wilde toch wat anders. Die heeft er altijd met plezier in gereden. En nou, nu heb ik hem overgekocht. Ik heb hem nu een jaar in mijn bezit. Ik rijd er voornamelijk zomers mee als het mooi weer is. Een beetje in het weekend en 's avonds. Dan ja, gewoon lekker toeren over de landweggetjes. Mijn naam is Paul Verkampen. Deze auto is van mijn schoonvader geweest. Hij heeft een heleboel jaren bij ons thuis gestaan. En is uiteindelijk dan naar Autokelder toegegaan, hier in Amersfoort. Wat vlakbij is, Burgboom. En het is een Ford Taunus 1300L Coupé, zo'n fastback. En hij is helemaal origineel, dus er zit niks, geen schade aan. Hij is helemaal als nieuw. En ze hebben hem nu nagekeken. Want als je zo'n beetje 30 jaar stil hebt gestaan, dan zullen er wel wat rubbertjes verdroogd zijn geweest. En zo vervolgens. Die auto vind ik zo leuk, omdat ja, toch stoer uiterlijk. Mijn vader heeft ook zijn auto gehad. Dat was vroeger de auto. Als je een Manta had, nou, dan was je de stoere jongen van toen de tijd. Normale oude auto's, je denkt van ja, het is een oude auto. Maar dit vond ik toch een heel specifiek leuk model. Hij rijdt op dit moment heel redelijk. Hij moet nog wel even fijn afgesteld worden. Maar dat doe ik allemaal zelf. Ik ben zelf nog een beetje technisch. En ja, ik vind het ook leuk om aan deze auto te knutselen. En ik wil hem ook graag vooral origineel houden. Die auto is speciaal, omdat hij, nou ja, ten eerste dus ja, als toeterkindje van mijn schoonvader is geweest altijd. Als die een goede man naar het dorp in ging met zijn auto en ik kwam terug en ging de eerste auto wassen, dan ging hij weer de garage in. En na zijn overlijden is hij bij ons thuis de garage ingegaan en is er eigenlijk in principe nooit meer uitgekomen. En hij is altijd goed verzorgd geweest en ja, dat ding is altijd netjes blijven staan. Als je me gaat vergelijken met een moderne auto, ja, het is allemaal iets minder luxe natuurlijk, maar ja, het rijdt gewoon goed. Hij heeft ook gewoon de power en ja, je hebt natuurlijk geen airco erin en zo, maar de raampjes kunnen wel open. En je kunt op zich voor dagelijks gebruik is het prima te rijden, maar het is wel zonde, want ze worden steeds schaarser de auto's. En, je kunt hem beter alleen met mooie dagen mee gaan rijden. Dat is, en daar gebruik ik hem ook voor.